Oké, Thomas, het werd uiteindelijk een heel moeilijke avond. Aan wat lag het, denk je? Ik denk dat we de wedstrijd helemaal niet goed beginnen. Ik denk dat we de eerste 20 minuten niet in de wedstrijd zaten. We stonden misschien iets te veel open op hun uitvoetballen. Waardoor dat wij moeilijk konden druk zetten. Maar inderdaad, een moeilijke wedstrijd. En we moeten hopen naar de volgende wedstrijd. Maar ik denk dat we blij mogen zijn dat jij in de goal stond vanavond. Want je hebt echt wel een aantal mooie saves gepakt en punten gepakt voor het team. Ja, oké, dat is leuk om te horen, denk ik. Maar ik denk dat we in de tweede helft, dat zij een grote kans hebben en wij ook een grote kans. En dat we een beetje beide kanten uit kon. En dat we ook een beetje te veel 1-1 stonden. En dat moeten we beter opvangen. Maar is het niet zo dat we week na week eigenlijk een betere Thomas Kaminski te zien? We zien je zo groeien in de match. Ja, zeker wel. En ik voel me ook goed. En kijk, dat doet deugd. En ik had liever gewonnen vandaag natuurlijk. Maar dat is waar. En ik probeer altijd beter en beter te worden. Nu, in de moeilijkste matchen kan je soms wel het meeste leren. Zijn er zaken die we mee kunnen pakken naar Eupen? Ik denk dat daar in Eupen sowieso een andere wedstrijd wordt. Misschien dat we van vandaag kunnen meenemen dat we als we het onder druk, allee, een beetje te veel onder druk staan met uitvoetballen, dat we gewoon gegroepeerd inzakken en wachten op de tegenstander. En dan proberen we hun op een foutje te betrappen. En dat kon misschien vandaag wel beter. Maar al bij al, we verliezen niet. En dat moeten we ook meenemen. En daar moeten we ook positief over zijn. En op naar de volgende wedstrijd.